Hoe deed je het idee voor die nieuwe petitie in? Ook toen aan de wanlijst ook kwam, maar meerdere malen ook kon ja. En Afrika ik moro hebigi unu. En mijn voorzitter deed ja in de delegatie en ik uit voor voorzitter voor VSG, voorzitter voor campus. En ook de voorzitter voor FITS, OSEP deed ja. En want toe dorpelingen. Dus mag je nu een voorzitter voor VSG? Campus voor doe een deel ook toe. Goedendag ook de commissie, voorzitter Marine Vree. Goedemorgen. Laat in transport op de taak. Manting en de jaarlijkse organisatie ook toe. Voor die een wang. Een gezamenlijke verklaring, omdat we zien dat aan nu toe voor de buskondresma en hebben die naar die. Een organisatie campus die de 60 stammen voor de tribale volken en dat we met moeite maken naar de trouwen, de vader en hem zo de nu voor zet op historie dat. Ik ben de voorzitter voor het parlement, ik ben Osef Kondre. Ik ben Osef voorzitter dat na alle de dorp voor paraverenig. Mina voorzitter voor dat die. Mina kapitein Sergio Bitana voor Hollandse kamp. En mij deed een aantal daarop zoveel voor para. Omdat die indirect wet op invloed. A goedkeuring van wet op invloed. Tap unu a fasifa we libi. Dat ze en op de probleem ekomoro bigi. En daarom u deed voor ondersteun. A gezamenlijke verklaring. Nanga ala de tra. Maron berada nanga sisa nanga de inimsa. Oke, mo list voor wang gesamenlijke verklaring. Gesamenlijke verklaring van FITS, VSG en Campus. Standpunten met betrekking tot de conceptwet. Raamwet collectieve rechten der inheemse volken en tribale volken. Zoals geamendeerd op 31 januari 2023. Op vrijdag 10 februari 2023 zijn vertegenwoordigers van het traditioneel gezag der inheemse volken en tribale volken vertegenwoordigd in hun organisaties, FITS, Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, VSG, Vereniging van Samaka, gezagdragers en Campus, Campus Samenwerkingsverband van Tribale Volken in Suriname, bijeengewezen in een plechtige Kroetu te Powaka, district Para, om te praten over de huidige situatie met betrekking tot de wettelijke erkenning van de collectieve rechten, in het bijzonder de grondenrechten van de inheemse volken en tribale volken. Bij deze Kroetu is afgesproken dat er een standpunt aan de regering en de Nationale Assemblée zal worden gepresenteerd over de conceptwet collectieve rechten van inheemse volken en tribale volken. Hetgeen bij deze wordt gedaan in aanvulling op de eerdere slotverklaring van voornoemde Kroetu, aangehecht ter informatie. Tegen deze achtergrond stellen wij ons op de volgende standpunten met betrekking tot de conceptwet collectieve rechten, zoals geamendeerd op 31 januari 2023. Waarbij we ons beperken tot de hoofdzaken en ons het recht voor behouden om waar nodig nadere opmerkingen te maken in de toekomst. 1. Wij staan erop en zullen ervoor waken dat deze raamwet collectieve rechten conform de hoogste internationale standaarden, inclusief de bepalingen van de rechtsvonnissen van Inter-Amerikaans Hof voor Rechten van de Mens, tegen de staat Suriname dient te zijn. Elke substandaardbepaling die niet conform de internationale standaarden met betrekking tot de rechten van inheemse volken en tribale volken is, zullen wij op
alle ons ten dienst staande middelen binnen wettelijke grenzen bestrijden, inclusief via publiciteit bij en of rechtsgang naar nationale en internationale mensenrechtenlichamen. 2. In de begripsbepalingen onder artikel 3, lid 1, letter D, sub I, van de geamendeerde conceptwet is er een toevoeging dat de collectieve eigendomsrechten beperkt mogen worden. Voorts is er in artikel 2 daarbovenop nog een nieuw lid 4 toegevoegd dat onze collectieve rechten beperkt zouden mogen worden. We zien dit als een dubbele beperking. En ook nog discriminator, want deze beperking wordt heel specifiek bij wet aan inheemse volken en tribale volken opgelegd en dat is op zichzelf een zeer discriminatoire benadering. Voornoemde geamendeerde begripsbepalingen doen zowel het doel van de wet als de rechtsbescherming van inheemse volken en tribale volken voor wat betreft hun grondgebieden teniet. Wij benadrukken nogmaals dat dit volstrekt onacceptabel is. Concreet eisen wij dat de beperkingen in artikel 2, lid 4 en vooral die in artikel 3, lid 1, letter D, sub I worden verwijderd. 3. Wij merken dat in artikel 4, lid 1, over grondenrechten, de toevoeging van indicatieve kaarten is weggehaald. In vergelijking met de ontwerpwet zoals ingediend door president Santokki in juni 2021. Dit is niet acceptabel omdat op deze manier er niet eens een indicatie is om welke woon- en leefgebieden van de inheemse volken en tribale volken het gaat. En er dan ook geen rechtszekerheid wordt gegeven over deze gebieden. Zelfs al zijn het indicatieve kaarten die later bij wet gewijzigd kunnen worden, hebben we die basisrechtszekerheid niet direct dringend nodig. En dat is precies wat in de voornoemde rechtsvonnissen tegen de staat Suriname verplicht is gesteld. Het is onacceptabel dat deze rechtsonzekerheid blijft voorbestaan. Concreet moet de zinsnede uit de oorspronkelijke conceptwet dus wederom in de wet worden opgenomen. Aan het eind van artikel 4, lid 1. 1. De inheemse volken en tribale volken hebben grondenrechten op hun onderscheidenlijke traditionele woon- en leefgebieden, welke zijn aangegeven op de aan deze wet aangehechte indicatieve kaarten. 4. We merken verder, en dit is absoluut verwerpelijk, dat er een toevoeging is bijgekomen als nieuw lid 3 onder artikel 4, namelijk dat er nog voorwaarden met betrekking tot de aanvraag en verkrijging van collectieve grondenrechten zullen moeten worden vastgesteld. In de toekomstige wet waarmee de omvang en begrenzing van de bedoelde woon- en leefgebieden definitief zullen worden vastgesteld. Dit is absoluut onacceptabel, omdat a. hiermee wordt gezegd dat ondanks deze wet de grondenrechten toch nog moeten worden aangevraagd en verkregen. That completely beats the purpose. Het is nog niet tenietdoening van de hele erkenning van de grondenrechten als we ondanks deze wet en de wettelijke verplichtingen van de staat Suriname toch nog steeds onze internationale erkende rechten moeten aanvragen en verkrijgen. Indien dit amendement zou worden goedgekeurd, heeft dit tot gevolg dat deze wet wederom geen invulling geeft aan de verplichtingen waar de staat Suriname aan onderhevig is. Aangezien de grondenrechten dan dus nog steeds niet erkend en nog steeds geen rechtsbescherming voor de inheemse volken en de tribale volken is. Een dergelijke amendement, indien goedgekeurd, zullen wij dus zeer zeker nationaal en internationaal aan de kaak stellen. Grondenrechten zijn mensenrechten en zijn inherent aan inheemse volken en tribale volken.
Zij worden niet verkregen nog aangevraagd, maar moeten in dit geval door de staat Suriname wettelijk worden erkend. Suriname is immers herhaaldelijk door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens hiertoe veroordeeld. B. Bovendien wordt... Correctie. Ik ga het over. Bovendien wordt de werking van dit artikel met dit amendement afhankelijk gemaakt van een toekomstige wet die nog niet eens in ontwerp klaar ligt. Ook dat is onacceptabel. We begrijpen dat deze wet een raamwet is, maar het moet wel, toch wel, tenminste een basisbescherming bieden tegen ons inziens, tegen hetgeen ons inziens zou komen door tenminste de indicatieve kaarten toe te voegen als te zijn de gebieden waarover met deze raamwet grondenrechten zijn erkend. De definitieve, nauwkeurige vaststelling kan dan iets later komen, maar onze gebieden moeten in principe wel reeds wettelijk erkend worden. Kortom, wij verwerpen dit amendement en eisen dat dit amendement, zijnde in strijd met onze internationaal erkende mensenrechten en in strijd met de verplichtingen van de staat Suriname, met name artikel 4, nieuw lid 3, volledig wordt verwijderd. Artikel 7 over de voorgestelde grondrechtenkamer is voor ons een zorgpunt en zelfs een potentiële nieuwe schending van onze collectieve rechten. Dat was het reeds in het eerste herziene concept, zoals ingediend door de president in juli 2021. Ons zorgpunt is dat een goed geschillenbeslechtigingsorgaan volledig onpartijdig en ook deskundig moet zijn. Onze ervaring is dat er heel weinig deskundigheid en ervaring in Suriname aanwezig is als het aankomt op de collectieve rechten van inheemse volken en tribale volken. En dat er weinig mensen zijn die echt onpartijdig zijn, hetzij vanwege politieke of economische banden en belangen. De beoordelingscriteria voor het beslechten van geschillen en de zwaarte van argumenten, bijvoorbeeld afweging van individuele versus gemeenschapsbelangen en economische versus culturele belangen, zijn in dergelijke gevallen niet slechts wat in Surinaamse wet is vastgesteld, wat in dit geval heel minimaal is, maar er spelen aspecten mee, zoals onze traditionele en spirituele binding met onze grondgebieden en onze afhankelijkheid van de natuur in relatie tot onze cultuur en identiteit. Er gaan afwegingen gemaakt moeten worden tussen individuele rechten en belangen en collectieve rechten en belangen van hele volken en gemeenschappen. Zal zo een nieuw orgaan daar wel toe in staat zijn? Echt onpartijdig en deskundig? Concreet stellen wij voor dat dit artikel 7 wordt uitgebreid met een bepaling dat deze grondenrechtenkamer zal moeten voldoen aan de hoogst mogelijke vereisten en normen van het internationaal recht, in het bijzonder wat betreft de beslechting van geschillen, de rechten van inheemse volken en tribale volken rakende, en dat deze grondenrechtenkamer onafhankelijk, onpartijdig en deskundig moet zijn, en dat het traditioneel gezag der inheemse volken en der tribale volken afvaardigingen zullen voordragen
die op gelijkwaardige basis met andere voorgedragen personen in dat orgaan en eventuele afgeleide organen zullen kunnen participeren. 6. Naast deze bezorgdheden genoemd in het vorige punt, zien we een onacceptabele toevoeging in artikel 9 van de geamendeerde versie, namelijk een nieuw lid van artikel 9, waarbij begrepen wordt dat de voorgaande leden 1 tot en met 6 in geval van eventuele geschillen over voorheen reeds bestaande rechten van derden, bijvoorbeeld individuen of bedrijven die een beschikking of concessie in onze gebieden hebben, pas van kracht worden als de wet voor de definitieve vaststelling van de traditionele woon- en leefgebieden in werking zal zijn getreden. Dat betekent dat er geen onderhandeling kan plaatsvinden en dat de rechten van de derden gewoon gehandhaafd blijven en niet worden opgeschort zolang de toekomstige wet er nog niet is. En zoals eerder gesteld, kan dat zelfs opzettelijk wel eens jaren gaan duren. Concreet eisen wij dus dat artikel 9 lid 7 volledig wordt geschrapt. Ten slotte vragen wij dat er geen verdere vertraging of nieuwe concessies en dergelijke nieuwe commissies worden ingesteld ten einde de behandeling van de conceptwet collectieve rechten verder te vertragen, maar dat er op de meest korte termijn wordt overgegaan tot de wettelijke erkenning van onze collectieve rechten op het allerhoogste niveau van internationale standaarden en verplichtingen van de staat Suriname. Ook herhalen wij de eerdere stellingname, zoals verwoord in de slotverklaring van onze Kroetu van 10 februari 2023. Namelijk dat de conceptwet grondconversie niet eerder kan worden behandeld of goedgekeurd alvorens de collectieve rechten, in het bijzonder grondrechten van de inheemse volken en tribale volken, wettelijk zijn erkend en beschermd. Wij geven uitdrukkelijk aan dat we de beraadslagingen in de Nationale Assemblée over deze conceptwet zeer nauwgezet zullen volgen en van elke volksvertegenwoordiger zullen analyseren wat hun stellingname is. Nu zullen we zien en horen wie en welke politieke partijen daadwerkelijk onze rechten willen erkennen, respecteren en beschermen en wie niet. Het uur van de waarheid is aangebroken en die waarheid zal bij de eerstvolgende verkiezingen absoluut worden meegenomen. Paramaribo, 28 maart 2023, zoals ondertekend door de voorzitter van de organisatie FITS, de secretaris van Stichting Bureau VSG en de voorzitter van Campos. En hoop dat hij heel binnenkort op zo'n reactie
of Wankari Baka tapa verklaren is. Afzicht. Goed, dank u wel. Nou, voor expressie, Chrissie. En dan denk ik aan vier tachten. En dat is al euro voor je. Ja, maar ik wil ook dat ik een web niet meer behandel. Toen lees je aan dit op agenda en aan mijn behandel. Dat ik het lijkt dat ik een toren voor de ingin aan de Maron Brada niet echt serieus. Want toen lees je ook nog hoe zij de met een web niet meer behandel. En dat die met echt. Un muskudu trasani futa ki u abif kona yu futa katori fu unu. Na wanchinde le khasi deja, moros ma be wankong, ma u horen chin sobo pera, ma espino gi arki, da woko moro bigino. We gi arki, yes, daarom, dat na reden met afhandelen op de hoogte. Omdat de punten zijn tjakon, ja. Hoe ik kan doen toezien. Trek uit, wijs het in. En begin helemaal opnieuw. Dan moet je dat ook doen. Want als je doet dat, dat wordt lastig. Want je bijna anderhalf jaar aan voorbereidingen vindt. Dus dat moet je ook terug naar de positie dat je doet. Zou je doen? A verklaring de duidelijk. San iwan ina wet, san inowan ina wet. Dus, is je mi kisent bij, u senen ki ma fesito. Dus sami do, den da fiyons leader, mi praten ki ala de leader. Ja? Mi tak yere, tek bis me in you bijdrage. Mi tak bij voorbeeld na mevrouw Frinsen, tak yere. Ik heb dus de leden aan ruimte dat de leden zijn voor de verschillende organisaties. En tijdens de behandeling, en alvast dat die wet in behandeling ook doet, de man kan konen aan de wijziging voorstellen. Waardoor tijdens de behandeling de kinkie kan vinden plaats gelijk. Want zij wani na dat je verwoord. Ja. Maar als je daar aan gaat terug, voor wet, commissievergadering, dat 360 moet doen niks. Dus zou ik ook doen, en mijn planning, na 2 mei, de alle partijen, Lucas Ani, en 2 mei, ik ben mijn leg vast voor het begin van openbare behandeling. En dat je ook eens uitnodigen, zoals ik van mij beloof, dat we betrekken ook toe. Ja, het parlement is hier, en het parlement zijn we ook naar afstand, maar samen met ons, we zorgen dat hij aware is hier. Contact van boe enge. Ook toe de bezig ba. Voelukoe de aanverwante wetten. Die demi be ontvang, want toe deskundige in a kader dat die. Want u saptak dis nou een raamwet. En u kan fin a wet u roko moro boem. A boe verzeker 3 voor de sebi sa moes kom. U man behandel heel snel. Dus terwijl u de bezig na a disi. Wat team o de ook toe met internationale ondersteuning. Sa e bigi uroko ook to samen na nga fits na ala de organisatie sa ukarja fu bigi uroko na de new concept en tax heel snel u kan tinden dat ook via initiatief dus an afsa via regering want apasi dat moro lang via initiatief so dat u kan sorgu dat de aanverwante wette dat ze behandel en nemen. Dus we nemen het vaak serieus apis dat in af twijfel ik mi be abwoord to genoeg. Voor bij mijn overtuiging dat ik wil doen dat die. Maar kan de wat dat betreft in haar kwaliteit dat die. Ja, kan de malik meneer voorzitter. De man is met trangen mannen aan woord toe. Dus, maar we nemen zijn serieus. En in al zijn na uw woord toe in haar vast wat we behandelen. En vanwege mijn plannen met de gitaar. 2 mei al is een dinsdag aan de tap agenda. Dat niet bij Abif Taghi, maar voor de rest laten we in dialoog blijven. Ik ben eenmaal 24 uur beschikbaar. Ik voel me dat ik nog een check op altijd. Is Abif, ik kan veel nieuws revie en die sturen naar Abif Rokosa. We moeten samen gisteren. Oké, super, dank u wel. Everyone, dat was aan de eten. Lek van Ude bezig naar een voorbereiding voor Sid Alassani. Hoe actie ook toe?
namens de inheemse en de tribale volk. Dat is hoe lukt een pissie ook toe vanuit het land is dat grond geef uit moro de lek op alles aan ik ba, maar hou alles aan even aan wat in dat tussentijd zou we doen voorbereiden. Ja. Is op het moment grond egi en naar binnenland. Alle die alle dorp a probleem naar een grond uitgifte. Dus dit is nou eens aan sami wanchar kon afessie ook toe. Hoe lukt ook toe dat die verlopen. Met den op die grond binnen de inheemse en tribale volken. Want als je dat ook hier doet, de kieren ba, hoe heb je moeilijk ba? Dus met die ook toe dat die mee voorzitter. Zeker mee, maar mee. Graag dat. Oké. Mijn breintje. Goed, we nog horen lang, want een ruimteptje in deze voorzitter. Ja, Bombofo be organiseren dat we een krafasje wat meer op die ruimte. Maar grand tangi voor een moment hier. En voor een zander, we zijn fenoos revie. En dat we kans doen dat we naar ons revie. Maar we kijken uit naar 2 mei, waar we samen kunnen zetten en starten wederom met die behandeling in Oekobar. Grand tangi. Yes, yes. Ja?